Yo gasten, GameOC, welkom allemaal bij een nieuwe video. Vandaag geen Brawl Stars of Fortnite. Nee, een keertje iets anders wat ook heel nice is. We spelen namelijk Call of Duty op de mobiel. Het is echt best wel insane hoe ziek deze game is. Want ik heb vroeger best wel wat Call of Duty gespeeld. Vooral Black Ops 1 vond ik altijd erg leuk om te spelen. Die heb ik heel veel gespeeld. En het grappige is dat er allemaal maps en wapens vanuit die Black Ops, gewoon uit die game, zitten ook gewoon in de mobiele versie. Ze hebben zeg maar eigenlijk allemaal Call of Duty's in één gestopt en daar een mobiele game van gemaakt. En het is echt lijp hoe goed deze game is. En die ga ik vandaag dus spelen. En het leuke is ook dat er net een nieuwe Battle Pass is unlocked. Namelijk Season 8 is begonnen. En er is een nieuwe Battle Pass, dat zei ik dus al. Maar daarnaast is er ook een nieuwe map, namelijk High Race is gereleased. Dus daarin kunnen we ook gaan spelen voor degenen die wat meer Call of Duty spelen. Die weten dat misschien al, maar misschien degenen die wat minder spelen weten dat nog niet. In ieder geval, er zijn allemaal nieuwe dingen. Ik zal zo meteen er wat meer over vertellen. Maar als jullie zin hebben in deze Call of Duty mobile video, smash dat duimpje boven. Zouden we de 4000 likes kunnen halen? Zou heel nice zijn als het gaat lukken. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. Dit is trouwens wel een gesponsorde video, dus dankjewel Activision voor het sponsoren van deze video. Maar het is natuurlijk sowieso wel een game die ik zelf ook echt nice vind om te spelen. Anders zou ik er natuurlijk ook geen video over maken. Maar even over de update die is uitgekomen. Want zoals ik al zei, is Season 8 gereleased en bij de Battle Pass heb je allemaal nieuwe dingen die je kan vrijspelen. Je hebt personage, wapen, items, je hebt punten die je kan vrijspelen. Zoveel nieuwe dingen. Dus dat is gewoon iets wat ik meteen ga doen. Ik ga even de Battle Pass kopen. Dat is nice. Het is gewoon nice. Je hebt allemaal dingen. Ik heb gewoon genoeg punten, dus we gaan het meteen vrijspelen. Je krijgt dus nieuwe personages, wat gewoon heel ziek is. Je krijgt skins voor op je wapens. Dus een beetje hetzelfde met Fortnite en Brawl Stars kan je ook skins. Maar hier heb je het gewoon voor op je wapen. Dat is ook nice. En je speelt natuurlijk ook daadwerkelijk nieuwe wapens vrij. Een nieuwe granaat. Ik kan zo meteen trouwens eventjes alles aanpassen. Want ik heb natuurlijk nu nieuwe wapens. Oh, donders. Zag je die robot? Ik ga zo meteen eventjes anders kijken. Ik ga hier, kan je namelijk naar je layout, kan je namelijk alles wijzigen. Ik heb dus nieuwe poppetjes vrijgespeeld. Dit is gewoon een zieke robot. Ik ga die robot even selecteren. Die ziet er dan wel eventjes heel baas uit. En ook een nieuw wapen. Dit waren de wapens van vorige keer. Kijk, dit is nu een nieuw wapen die ik heb gekregen. Dus ik ga deze eventjes gebruiken. Ik ga gewoon alles, al het nieuwe wat ik heb gekregen, ga ik nu gebruiken. Deze vind ik er ook wel nice uitzien. Die heb ik net ook gekregen. En hier, ik had ook een nieuwe granaat. Deze ga ik dan ook gebruiken. Dan vind ik mijn layout voor zomaar even goed. Check hoe ziek ik eruit zie. Trouwens, er is ook een nieuwe game mode gereleased. Maar we doen eerst even een potje in een nieuwe map die is uitgekomen. Dat is, ik zal het even selecteren. Je kan gewoon ook met de map spelen. Highrise is nieuw. Trouwens, wat ook heel nice is, bijvoorbeeld Nuketown, Killhouse, Firing Range, dat zijn allemaal maps die ik vroeger ook heel veel heb gespeeld. Crash trouwens ook. Het zijn allemaal gewoon bekende maps die gewoon in Call of Duty Mobile zitten. Als je vroeger Call of Duty hebt gespeeld, dan herken je ze sowieso. Maar we gaan nu gewoon lekker spelen en dan gaan we even ownen. In ieder geval, dat is de bedoeling, met mijn nieuwe wapens. Ik ben level 11 en zoals jullie zien ben ik ongeveer even hoog als het rechts. Je wordt altijd een beetje ingedeeld met hoe hoog level je bent. Maar we kunnen op zich wel beginnen. Moeten eventjes wachten. Oh, maar dit ziet er wel heel baas uit, die robot hoor. Dit ziet er echt heel nice uit. Oké, let's go. 4, 3, 2, 1, go. Er is trouwens ook een nieuwe game mode gereleased in seizoen 8, zag ik. Top, dat is al één kill. En we doen nu trouwens free for all. Ik zal hier even om het muurtje schuilen. Oh, daar is die. Hoppatee, dat is weer een kill. Eventjes laden meteen. En dan gaan we weer verder. Oh, daar is... Oh, ik moet even kijken of ik die kan pakken. Let's go. Daar is die. Oh. OP, OP. Wat er... Oh, ik moet even uitkijken. Daar komt hij aan. Hoppatee. Ik ga als een raket. En wat ook heel nice is, is dat je natuurlijk killstreaks hebt. Op het moment dat je een paar kills achter elkaar hebt, dan heb je een kill... Waar wordt geschoten? Dan heb je een killstreak en die kan je dan inzetten. Bijvoorbeeld, ik kan nu deze inzetten. Dit is mijn eerste killstreak. En dan kan je zien waar iedereen loopt. Die rode puntjes, daar loopt iedereen. Dus ik weet dat hier nu ergens iemand... Ja, ja, ja. Kan ik die nu pakken? Ja, top. En daarvoor lopen nog... Ik wou net zeggen... Oh, nee! Oké, dat was mijn eerste kill. En linksboven zie je dus hoe ik ervoor sta. We gaan gewoon meteen door. Linksboven, ik heb dus 5 kills en de nummer 2 heeft 2 kills. Dus ik sta wel dik eerste. Dus dat is wel echt heel nice. Deze map heb ik nog niet eerder gespeeld. Dit is dus ook een nieuwe map in Call of Duty Mobile. Ik weet niet of die in eerdere Call of Duty's is geweest. Oh, daar was die man. Ja, top. Dat scheelt. Dat is weer een lekkere kill. En oh, de nummer 2 komt wel dichterbij. Ik heb nu 6 kills. En de nummer 2 die heeft er 5 nu. Dus nog maar eentje. Oh, daar is die man. Oké, dat is in ieder geval een kill.
Moet wel even uitkijken dat ik niet doodga. Want ik had best wel wat levens eraf. Oké, maar de levens gaan er natuurlijk langzamerhand weer bij komen. Ja, daar. Oh, ik raakte helemaal verkeerd. Oh. Nee. Ik zit net in laden. Ah, dat was stom. Oké, we hebben nu 7 kills. Ik sta nog steeds eerste. Maar het moet wel iets beter. We kunnen trouwens ook gewoon proberen zo meteen de kill te maken. Oh, daar liep iemand. Met mijn handgun. Dat had ik net ook beter kunnen doen. Om gewoon te wisselen. Ik heb nu trouwens een speciale wapen vrijgespeeld. Ik weet niet eens wat hij doet. Volgens mij had ik dit wapen eerst nog niet. Dus ik ben eigenlijk benieuwd wat hij doet. Oh, er wordt achter volop geschoten. Dan gaan we daar even heen. Stel, ik schiet daarheen. Oh, dat is een vlammenwerper. Kom! Lol! Dat is ziek nice! Oh ja! Dat is echt niet normaal overpowered, dit wapen. Oh, daar kan ik misschien die pakken. Ja, top. Dit is echt niet normaal hoe goed dit wapen is. Want dit is dus een speciale wapen die je dan kan vrijspelen. En nu is mijn wapen weer terug. Die wapen heb je dus voor heel even. Ik kan trouwens weer even... Oh, daar is iemand. Moet even uitkijken. Ja, top. Ik kan nu mijn radar inzetten. Ik dacht dat ik hem net al kon, maar dat was nog niet het geval. Radar is wel echt heel chill. Dan kan je precies zien waar iedereen loopt. Is hij... Volgens mij daar is iemand. Ja. Of die loopt nu naar beneden hier zo. Denk het wel. Dan loop ik hem net mis. Ja. Daar is hij. Even uitkijken. Oh nee, hij wordt net gekild door iemand anders. Maar ik heb alsnog... Oh, daar komt iemand aan. Even kijken. Oh, donders, dat deed hij wel goed. Maar we staan nog steeds eerst. Ik heb 14 kills. Nog 6 kills te gaan. En ik heb gewoon mijn eerste potje meteen gewonnen. Dat zou nice zijn. En op zich gaat het best wel goed. Want als je kijkt hoeveel kills ik heb en hoe vaak ik dood ben gegaan. Dan doe ik het wel beter. Ik kan trouwens even hiermee een kill proberen te maken. Nu ga ik op iemand richten. Ja, daar is iemand. Oké, die ga ik proberen te killen met dit wapen. Dan gooi ik hem gewoon naar hem toe. En dan wordt hij zo gekild. Ja, daar. Verboom. Oké, had ik hem? Ja, ik had hem wel. Oké, nice. We hebben nu 15 kills. Ja, daar is nog iemand. Hoppatee. Helemaal geen AP. Oh. Ik zou even een ander wapen pakken. Nice. Ook even een kill gemaakt met mijn handgun. Is ook nice. En oh, daar is nog iemand. Nog 2 kills. Oké, ik ga nu echt als een raket. Even kijken of hier nog ergens iemand is. Nog 2 kills. Come on. Beter is hier nog iemand. Ik wil nog even die 2 kills maken. Kom op. Oké, ik ga dit trouwens sowieso winnen. Want de nummer... Oh, daar is iemand. Ja, nog 1 kill. Want de nummer 2 zit 5 kills achter mij. Die gaat dat nooit meer goed maken. Dat kan gewoon niet. Dat kan echt niet. Daar is iemand. Zou die mij al zien? Ja, boom! Easy game! Eerste, dik eerste ook gewoon 20 en de nummer 2 had de 14. Dat is wel heel nice. En dit is altijd nice final kill cam. Dit is gewoon de laatste kill. Ik deed er behoorlijk lang over, maar het was wel een mooie headshot om eerlijk te zijn. Maar ik ben het nice. Dit potje even easy gewonnen. Ik ga als een raket in Call of Duty. Maar dan krijgen we natuurlijk mooi wat XP erbij. En we zijn nu ook een level up. Dan ben ik nu level 12, wat natuurlijk ook altijd leuk is meegenomen. Maar we gaan nu nog even de nieuwe game mode doen. Want dat zei ik net al, er is een nieuwe game mode. Dan gaan we die ook nog eventjes spelen. En we spelen natuurlijk nu ook weer dingen vrij. We kunnen trouwens even kijken naar de statistieken. Ik had 20 kills en ik ben maar 4 keer doodgegaan. Als je vergelijkt met de rest... Is dat best wel goed om eerlijk te zijn. Dus ik vind het nice. Want de nummer 2 had 14 kills. Maar die was 12 keer dood gegaan. Dus dat is best wel een groot verschil. Maar we gaan er even uit. En dan gaan we de nieuwe game mode spelen. En wat ze ook hebben aangepast. Is een betere balans tussen de wapens. Dus je hebt net zoals in Fortnite en Brawl Stars. Heb je natuurlijk allemaal verschillende wapens. En ze hebben gewoon weer ervoor gezorgd. Dat het net wat beter gebalanceerd is. Dat is ook nog wat ze hebben veranderd. Maar ik zie jullie als het potje gaat beginnen. En dan gaan we hopelijk dit ook winnen. Ook al weet ik nog niet helemaal wat ik moet doen. Daar gaan we achter komen. Ik ben benieuwd. Het is een juggernaut tegen soldiers. Dus je hebt één iemand die is een juggernaut. Die moet je killen. En dan vervolgens moet je de soldiers killen. Maar ben ik nu de juggernaut? Zou best wel kunnen. Want ik heb echt lijk wapen. Ja, ik ben hem nu. Dus ik ben in mijn eentje tegen 5 anderen. Oh, dat is ziek nice. Ik ben dus een soort van grote robot tegen allemaal andere spelers. Oké, dit is echt heel ziek. Volgens mij ben ik bizar sterk ook. Waar is iedereen? Ik denk dat ik een beetje... Oh, ik word van achter aangevallen. Daar is iemand. Oh, yo, dit is echt lastig, man. Het is echt lastig, maar ik denk dat... Oh, daar is iemand. We kunnen even kijken of we die kunnen killen. Het richten is ook best wel lastig. Kunnen we die pakken? Oh, ik ben nu overheated. Oh, daarvoor moet ik dus uitkijken. Oké, ik heb wel 1 kill. Maar ik moet nu wel even hier weg. Weet je wat? Ik ga even naar binnen. Kan ik naar binnen lopen? Ik loop gewoon naar achter en dan ondertussen gewoon een beetje schieten op die lui. Oh, ik ben nu al dood.
Dan dus, wat is dit moeilijk? Kijk, oké, ik ben een soort van grote robot dus, die te pakken moet raken. En nu is iemand anders de juggernaut. En die moeten we dus nu zien te killen. Oké, ik heb het dus nog niet heel goed gedaan. Ik heb één iemand gekillt als juggernaut. En ik denk dat het gewoon is, wie de meeste kills maakt als juggernaut, die heeft dan uiteindelijk gewonnen. In ieder geval, dat denk ik. Ik zie hem daar nu ondertussen lopen. Nu moet ik wel uitkijken en nu ben ik al dood. Wat je denk ik het best kan doen, is gewoon zorgen dat je gewoon in een hoekje staat of zo. En dat je op die manier kills gaat maken. Want ik was net helemaal in het open. Ik denk dat je beter ergens binnen kan staan of zo. Maar ik laat gewoon een beetje de hoogtepunten zien van dit potje. Maar ik vraag me af of ik deze nog kan winnen. Nou, degene die nu juggernaut is, die heeft al 12 kills gemaakt. Maar ik heb nu een ander wapen, die ook wel heel nice is. Oh, hier kan ik dus veel meer hits mee doen. Moet ik natuurlijk wel even raken. En nu ben ik alweer dood. Die juggernaut die nu, die is echt, echt vet goed. Weet je wel? Oké, ik moet wel even winnen en ben aan de game mode. Maar hij is wel echt heel nice. Alleen moet ik het natuurlijk nog wel iets beter doen. Want ik heb nog niet echt goede kills gemaakt. We staan momenteel 16-0 achter. Die juggernaut nu heeft al 16 kills gemaakt. Dat is bizar veel. Hij staat ook gewoon de hele tijd daarboven. Hier zo boven staat hij. En daar kunnen we niet heel veel. Want op het moment dat ik naar boven ren, dan killt hij me zo. Maar ja, anders doe je bijna geen damage. Maar ik probeer het wel gewoon. Ga gewoon even naartoe. En dan ga ik wat damage doen. Gewoon ietsjes. Hij heeft me nog niet door volgens mij. Kijk, even wat damage doen hier zo. En dan gaan we hier een beetje omheen lopen. Oké, ik ga nu eventjes weg hier. Waar is hij ondertussen? Hij loopt rondjes. Ik ga eventjes hier kijken. Hij weet wel dat ik er zit. Oké, doei. Dit is zo moeilijk. Oh, daar is hij. Ja, nu ben ik alweer dood. Kijk dan, dit is niet te doen. Hij moet trouwens nog één kill maken en dan heeft hij het gewoon al gehaald. En dan hebben we dit hopeloos verloren. Dit is moeilijk. Je moet dus daar bovenop staan. Als je die juggernaut bent, dan moet je gewoon bovenop staan. Dan ben je supersterk. Maar we hebben dus verloren. We zijn wel tweede geëindigd, omdat niemand anders hem is geweest. Ik ben hem dus geweest. Ik heb één kill gemaakt. Dus alsnog tweede, dat is dat wel nice. Maar ja, of ik daar nou heel trots op moet zijn, dat weet ik ook niet. Maar het is wel beter als derde en vierde natuurlijk. Ik vind het helemaal prima. Maar dat was dit voor deze Call of Duty video. Als jullie nou deze video leuk vonden, vergeet dus niet dat duimpje omhoog achter te laten. En mocht je nou denken, hey, ik wil zelf ook Call of Duty spelen, dat kan natuurlijk. Link staat in de beschrijving. Het seizoen is net begonnen, dus dan kan je mooi meedoen met dit seizoen. En dan kan je het gaan ownen. En dan kan je kijken of je het beter doet dan wat ik dat doe. Ik kan trouwens mijn statistieken wel even laten zien. Dat is misschien wel even leuk om aan jullie te laten zien. Ik heb dus een kill radio van 4.88, dat is best wel goed. Ik heb 200 kills, dus dat is best wel ziek. Ik ben 3 keer in de top 3 gekomen. Ik ben 8 keer MP4 geweest momenteel. Ik heb nog niet super veel games gespeeld. Ik heb trouwens ook een keer, Battle Royale gespeeld. Toen ben ik ook gewoon eerste geworden. Dus dat is echt nice. Ik ga best wel als een raket in Call of Duty. Maar als jullie dat ook leuk lijken om een keer te zien, laat het maar weten in de comments. Maar dat was het voor deze video. Bedankt jullie voor het kijken. En heb ik tot slot nog mijn mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later maar. Als je dit nou een leuke video vond, druk dan even op de video die hier tevoorschijn komt. Het is een soort gelijke video, dus waarschijnlijk vind je die ook wel leuk. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hier. Dat is een abonneerknopje. Dan kan je abonneren en dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!